Het bouwvergunningenbeleid van het ministerie van Openbare Werken ziet er vanaf vandaag anders uit. Voor alle infrastructurele werken zullen er nu vergunningen nodig zijn. Minister Riyad Noor Mohammed zei vandaag op een persconferentie dat de nieuwe regels gelden voor het opzetten van infrastructurele werken. Dus niemand kan me komen zeggen dat hij niet wist dat hij een schutting niet wist vergunning, voor een duiker dat hij niet wist voor een vergunning, dat hij een primaire kanaal niet eens mag aanvragen. Dat soort dingen wil ik niet meer horen. Ook een verbouwing is heel specifiek hier opgenomen. Dus ik ga het even opnoemen. Iedereen moet weten dat hij een bouwvergunning nodig heeft als het gaat om nieuwbouw en elk ding dat je op je erf bouwt. Want u gaat me vragen, ja waarom? Het meest voorkomend probleem is dat mensen bouwen op ander mens huis of in ander mensen slaapkamer. En dat moet stoppen. Ja toch, er zijn regels wat je mag doen op je erf. Toch? Tot waar mag je bouwen? Want je stoort je buurman en je buurvrouw. Toch? Een ander ding is ook, daar gaan we streng op zijn, de directeur heeft het niet helemaal goed gezegd, maar ook dat ding van winkels en andere dingen in woonbuurten. Ik ga je straks vertellen, want daar komt nog overleg. Dus ook een barbershop, zwembaden, een cabana. Achter op je erf heb je toestemming nodig. Billboards en andere bouwwerken zullen niet meer geplaatst mogen worden op bermen. Het gedoogd beleid op dit stuk behoort tot het verleden, zegt de bewindsman, die benadrukt dat de regels voor elke Surinamer gelden. Mocht er iets bijzonders zijn, dan val je onder de categorie projectvoorstellen. Dan mag je als categorie daarin werken. Ik kan me misschien voorstellen dat je een brug wil bouwen. Dat mag misschien. Brug. Over een primaire kanaal vanwege het feit dat je misschien een groot ontwikkelingsproject wil maken, industrie of whatever. Dat valt onder de categorie projectvoorstellen en gaan we apart bekijken. Dan ook dat ding van verkavelingsprojecten. We hebben gezien de afgelopen jaren hoeveel mensen problemen hebben gehad. Dus vanaf nu moet iedereen weten als je een perceel ergens koopt, check! Zeker bij verkavelingen, dus de verkavelaars of de meneer een verkavelingsvergunning heeft. Je kan het ook bij OW checken. Die lijsten kunnen we online zetten, dan kan je zien als iemand een verkavelingsvergunning heeft. Dan zijn er zaken die hier verder genoemd zijn op de berm. Dat is ook een leuke. De presentatie was duidelijk. Vanaf maandag hoeft niemand een verzoek in te dienen bij OW om een banner of wat op die berm te zetten. En we hebben gezien wat de berm is. Andere maatregelen zijn dat terwijl de gemeenschap nog steeds de eigen bermen moet onderhouden, schuttingen niet meer dan 1,5 meter hoog mogen worden opgetrokken. Daarnaast zal het ministerie de controle op parkeervergunningen verscherpen.